De werkzaamheden in Amstelveen om de A9 te verbreden zijn begonnen. Nu al duidelijk merkbaar. Maar de komende tijd zal de verbouwing nog veel prominenter het aangezicht van de stad bepalen. Het is een megaproject dat, als alles volgens planning verloopt, 5 jaar gaat duren. Bij oplevering is de A9 verdiept aangelegd en heeft in beide richtingen 1 rijstrook erbij. Wat we vorig jaar mee zijn begonnen is het weghalen van kabels en leidingen, het verwijderen van groen. Dit jaar staat vooral in het teken van de aanleg van bouwwegen, hulpbruggen, etc. om straks het verkeer door te laten gaan en ook om ruimte te maken om het te kunnen bouwen. Volgend jaar, dat is vooral het jaar dat het verkeer op de bypass. De bypass is eigenlijk de deels naar het zuiden verschoven A9, dat het daar kan gaan rijden. Dan hebben we vanaf eind 2022 tot begin 2024 de bouw van de noordelijke bak. Begin 2024 gaat daar het verkeer rijden en dan hebben we de tweede helft 2024-2025 voor de bouw van de zuidelijke bak. En dan hebben we nog 2026 voor de aanleg van de overkappingen. En daarna komt Amstelveen en die gaat er weer bomen en struiken aanplanten. Dat dit project voor overlast gaat zorgen staat vast. Trillingen, verkeershinder en geluidsoverlast. Amstelveeners kunnen zich schrap zetten. Hoe vaak komen die vrachtwagens nou langs? Elke paar minuten. Hoe is dat? Nou, niet altijd prettig natuurlijk. En nu het zo droog is, produceren ze een hele hoop stof. Bij een project als dit heb je echt wel te maken met af en toe wegafzettingen, met lawaai, bij het inbrengen en intrillen van damwanden. Het gaat ook met trillingen gepaard. En in een droge periode, ook al willen we het zoveel mogelijk voorkomen, zal ook af en toe natuurlijk dat zand gaan waaien. Dus er zal ook wel eens wat stof zijn. Al met al geen pretje de komende jaren. Het is van 7 uur 's ochtends beginnen ze tot na 3, soms 4. Maar ze gaan dus ook in de nachten werken. Komende week van maandag tot en met vrijdag. Nacht, van 8 uur 's avonds. Wat merkt u nou van die overlast? Op dit moment? Ja. Het valt me reuze mee, eerlijk gezegd. Ik had het veel erger voorgesteld. Maar het is wel zo dat als ze 's nachts gaan werken, dan probeer ik niet thuis te zijn. Het meest vervelende hier zal toch wel zijn het intrillen van de lange damwanden voor de verdiepte ligging. Dat is gewoon een vervelend geluid en het is gewoon een lang traject, 1,6 kilometer, 3 rijen dik. Dus altijd zijn we ergens op een plek wel die dingen aan het intrillen. Is dat verder van je huis, dan zeg je van nou oké, dat zij zo. Maar als dat echt bij je voor de deur is, kan me voorstellen dat mensen het dan soms flink zat zijn. Qua het aantal decibel is hetzelfde als op het schoolplein staan op het moment dat een klas lager schoolkinder joelend het schoolgebouw uitkomt. Maar dat is natuurlijk heel onvergelijkbaar. Oordoppen aanschaffen is dus wellicht geen nodeloze investering voor Amstelveeners die langs het tracé wonen. Maar de verkeershinder die de verbouwing met zich meebrengt zal veel meer mensen treffen. Niet in de laatste plaats de Amstelveense ondernemers. Ja, nou, we hebben 2 weken geleden een test gehad, omdat we toen een heel weekend de A9 afgesloten is van Batuverdorp tot aan de A2. En daar hebben we kunnen zien eigenlijk wat het doet. En ja, we zagen toch wel, vooral in de middaguren, weinig dolende winkelcentrumbezoekers. Ik heb de exacte aantallen nog niet bekeken, maar voor het gevoel dachten we toch wel minder mensen te zien dan gewoon. En de omzet was ook iets lager. En heel naar vooruitzicht. Het is net als een verbouwing met je huis, alles gaat op de kop. En je moet zorgen dat je dat zo goed mogelijk regelt voor iedereen. Je weet, er zitten een aantal scholen zitten daar langs de weg. Dus dat je zorgt dat er, als de kinderen in de klas zitten of een examen hebben, ja, dat je dan niet gaat heien, dat je daar oog voor hebt. Dat je oog hebt voor de ondernemers. Kijk ook naar het stadshart. Die zijn natuurlijk van ontzettend grote zorgen over hun bereikbaarheid. Dus daar kijken we goed naar. Dit jaar hebben we 2 keer dat de A9 dicht is. Nou, dat is voor het regionale verkeer is dat heel vervelend. We leiden het in zo'n geval om via de A10. En dan moet je denken aan ongeveer 20 minuten vertraging doordat het daar dan heel druk wordt. Hè. Het is eigenlijk 2 minuten omrijden, maar doordat er dan files ontstaan heb je toch al snel 20 minuten extra te pakken. En wat je ziet, ook bijvoorbeeld nu zijn we die hulpbrug aan het maken. Ja, om veilig te kunnen werken, ook voor de weggebruiker, moet dan toch kruisende verbinding af en toe is een week, weekend dicht. Het is knap irritant als je natuurlijk dan weer voor een bouwhek staat en je niet door kunt.
En dit gaat wel even duren, hè? Ja. Ik hoop dat het snel gebeurd is. Eer dat het helemaal klaar is. Het is 26, 27, denk ik. Als het allemaal klaar is, dan is sowieso het, voor het stadshart zelf is het veel beter omsloten. Dus de mensen kunnen kiezen of ze direct de voorzijde parkeergarage pakken of aan de achterzijde de meanderkant nemen. Daarnaast hopen we dat de Pathé-bioscoop die gepland staat ook doorgaat. En mensen kunnen dan eigenlijk binnen 1 minuut van de snelweg af zo de parkeergarage van de Pathé-cinema inrijden. Hier praten we al geloof ik 15 jaar over, ook al voor mijn komst, al vanaf 2005. Ja, en nu is het eindelijk is het dan zover. En dat zie je vaak met dit soort projecten. Dat duurt zo ontiegelijk lang. En ik ben heel blij dat er nu langzamerhand een einddatum is. Zodat we ook naar voren kunnen kijken, nieuwe plannen kunnen ontwikkelen. Ja, dat we weer vooruit kunnen kijken. Ik kijk uit naar het eindresultaat. Dus dat verzacht heel veel van de pijn die er dus komt en al is.